Aan de ene kant neem je een beetje een risico omdat je met een elektrisch voertuig gaat starten, wat niet gelijk een business case is. De elektrische opbouw van deze auto is 4 keer duurder dan een conventionele truck. Maar het hoort bij onze duurzaamheidsboodschap en dat gaat net zo zwaar wegen als de hele profitability, zeg maar. Wij willen koploper zijn met de ervaring van dit soort voertuigen voor dit soort werk. De ervaring die wij nu opdoen, die gaat ons helpen in de jaren die er gaan komen wanneer we nog veel meer van deze voertuigen inzetten. Dus zorg er dan maar voor dat je er vroeg bij bent, dan ben je de eerste die daar ook de maximale rendement uit gaat halen.